De politie heeft op zaterdag 23 december een hoeveelheid drugs verbrand te Krakken. In gesprek met onze redactie zegt politiewoordvoerder Milton Kensmil dat het gaat om verschillende soorten harddrugs die recentelijk in beslag zijn genomen. Het gaat om cocaïne in vaste vorm, cocaïne in vloeibare vorm, marihuana, ecstasy, pillen, hash en metam, meer bekend als sugro. We hebben zeker 2 drugsverbrandingen gehad. Ik zou exact de datum van de vorige weer voor u moeten checken. Ja. Maar ik weet in ieder geval van 2 drugsverbrandingen tenminste. Volgens de politie gaat het om 186,6 kilogram cocaïne in vaste vorm, 30,4 milliliter vloeibare cocaïne, 44,5 kilogram marijuana, 4.402 stuks ecstasypillen, 9 kilogram hash en 2,5 kilogram methaam, meer bekend als sucroe.